Jok is mijn kanaal, oftewel gaming kutzooi, F1 Liepen Pro, die laat er ook gewoon mooi in zitten, want dat heb ik nu elke keer gehad. Welkom bij deze groene aflevering, ik ben weer dag Robin, en ik ga vandaag eventjes uh, over wat anders hebben, en dat is, of nou, wat anders, ik heb het gisteren zelfs geüpload, verdomme, of tenminste, ja, eigenlijk vandaag heb ik het geüpload, voor jullie is het gisteren. Uh, ik heb een video gemaakt, wat, heb, wat weten wij we al van mijn driver, nog niet eens, verdomme, een uur later ongeveer, uh, is er een nieuwe video van Coma, als er online gekomen. Maar ben ik de enige die altijd deze problemen heeft. Ik heb uh, weer gewoon screenshots gemaakt. Um, van wat in de Koopmasters video zit. Wat je misschien gemist hebt. Of als je nieuw bent met de game, dat je niet echt precies weet wat wat is. Um, er staat sowieso, als ik niet vergeet. Ik ben nog redelijk vergeetachtig, Een, uh, een linkje uh, in de beschrijving. En daar staat de video naar nou, de video naar Koopmasters toe. En dan kan je hem zo even kijken. Ik vind het een hele mooie trailer geworden. Um, maar ik ga eventjes alles bij langs. Um, en we gaan in principe gewoon naar de eerste of tweede screenshot hoe je het wil zien. En dat is een pakkie die je in principe gewoon kan kiezen. Hier zit nog geen sponsor op of even het Maar ik heb gewoon, je kreeg verschillende pakjes te zien. Ik heb hem gewoon op een random moment gestopt en ik kwam bij deze uh, gast uit. Um, ik ga hier niet heel erg op in. Want dit is in principe wat we al gewend zijn um, van de game. Dus ik ga hier verder niet echt op in. Je ziet hier. Een eigen auto tussen andere auto's rijden, dus dat is sowieso wel weer uh, leuk om je eigen livery te zien. Persoonlijk vind ik deze livery niet heel mooi. Je kan nog wel redelijk uh, goed customizen, zoals ik al had gezien. Uh, de kleuren kan je als het goed is ook helemaal aanpassen, dus het zijn niet standaard presets. Dus stel jij wilt met een 100% witte auto rijden, of een roze auto, wat je maar wil, dan kan dat ook gewoon. Deze livery zag ik ook voorbij komen. Dit vond ik persoonlijk de mooiste livery die ze lieten zien. Hier zitten natuurlijk nog geen sponsoren op. Dus um, het is niet zo saai als bij de multiplayer auto. Er komen nog sponsoren op. Um, ik wilde de eerste paar screenshots een beetje snel erheen gaan. En dan komen we nu bij het goede tenminste. Want uh, dat met de liveries dat interesseert mij niet heel veel. Dat kennen we wel. Maar dit jongens. Dit, ik, ik bedoel, ik, het ziet er fucking vet uit. Het ziet er ontzettend vet uit. Sorry voor mijn taal. Het interesseert mij gewoon ook niks. Want wat je tijdens de league races hoort is ook niet normaal. Maar we zien dus verschillende power units. En power units zijn de motoren voor de mensen die niet goed zijn met Engels. Um, we kunnen dus kiezen uit Renault, Ferrari, Mercedes en Honda. En zoals we hadden verwacht, is Ferrari gewoon het duurste. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had meer Mercedes verwacht. Maar Ferrari heeft dus een durability van 97 en performance 94. Ik heb toch het idee dat Mercedes wat um, een betere durability had in 2019 dan. Ferrari, maar misschien hebben ze expres uh, een, beetje ge, een beetje geïmproviseerd. Omdat in principe dit seizoen nog niet geracet is. Dus misschien hebben ze ook wel gedacht, we gaan een beetje improviseren. Ik vind het wel leuk met Honda en uh, Renault. Want ik zat er al aan te twijfelen om misschien met Renault een carrière te starten. Renault in de opnames en Honda privé of net andersom. Dus uh, sowieso ga ik een van die twee kiezen. Dus uh, dat zijn ook de goedkoopste. Um, het ligt natuurlijk aan wat voor bedrag je krijgt. Verder, we weten er niet heel veel van. We kunnen alleen de prijzen zien: 4,1 miljoen uh, dollar. Um, natuurlijk, uh, in Formule 1 is 4 miljoen, is niks. Als je kijkt dat Ferrari ongeveer jaarlijks 4,5. Uh, nee, moet ik wel zeggen. 465 miljoen per jaar uitgeeft, is 4 miljoen, niks. Dus ja. Komen we bij de sponsoren, en de sponsoren zijn uiteindelijk een van de belangrijkste dingen die je kan hebben in je uh, My Team-modus. Een sponsor select, dan kan je dus. Uh, ik, ik heb eventjes snel een uh, screenshot gemaakt van een aantal sponsoren, dit zijn er maar vier van de, nou het zijn veertig die erin zitten. We kunnen zien: Distort, die zit voor mij nu ook al in 2019. Equinox, ken ik niet, Shark zit er ook al in, en Slingshot Fuel ken ik ook nog niet. We kunnen weekly income kunnen we zien: 197.000, 207.000, 208.000 en 210.000. Goal bonus is hier weer 4,6 miljoen, hier 3,6 miljoen, 2,3 miljoen en 2,8 miljoen. Um, maar je hebt dus ook nog een signing bonus: en dat is dus 5,1 miljoen. Nu weet ik niet of de signing bonus is voor jou. Of voor de sponsor. Maar ik denk voor jou omdat het een bonus is. Dus uh, anders zou het wel kosten moeten staan. Dus ik neem erbij aan dat je dat bij krijgt. Vooral omdat je ook nog een power supply moet kiezen en een teammate. Dus dat krijg je er dan nog bij. Dus dan krijg je wekelijkse inkomen. Uh, inkomen bijvoorbeeld ik zeg maar wat Jackie Shark. Je krijgt een wekelijkse inkomen sowieso van 208.000 uh, dollar. En misschien dat je met die uh, bonus dan. Um, stel, ze zeggen je moet minimaal twee auto's in de top 10 hebben. En jij finisht met alle twee auto's in de top 10. Dan krijg je nog een bonus ervan bovenop van 2,3 miljoen dollar. Goal bonus en weekly income increase with each uh, team acclaim level. Nou ja, wat dat dus nog is, daar hebben ze niet heel veel over gesproken. Dus meer kan ik hier niet over zeggen. Dit gaat over de teammates die we kunnen kiezen. Ik heb een team uh, of een persoon. Toevallig Albon gekozen als teammate uit de Formule 1 en hier Calderon uit de Formule 2. Dus Formule 2 kan je officieel sowieso ook Formule 1 uh, of een als teammate hebben. Dus dat weten we tenminste. Hier kunnen we nog een klein beetje zien. Hier zien we de driver market en kunnen we dus al de hele Formule 1-grid hier links van ons zien. Van Lewis Hamilton tot en met Pierre Gasly. Um, toevallig stopte ik hem op Max Verstappen. En dan kunnen we ook zien wat we laatst hebben gezien: Experience 68, Racecraft 94, Awareness 84 en Pace 96. Uh, market value 10,5 miljoen uh, dollar. Basissalaris: uh, of dat maandelijks is, jaarlijks is, wekelijks is, dat staat er niet bij. Ik denk maandelijks is 7 miljoen en 3,5 miljoen buyout. Dus je moet nog even 3,5 miljoen dollar neerleggen om Max stappen bij Red Bull weg te kopen. Um, uh, dus je ziet contractkosten zijn gewoon 10,5 miljoen. Uh, dus ja, en we kunnen hier ook zien als teammate. Denk ik dat we nu hebben is niet de Vries of tenminste Koopmasters. Um, dus zo ziet het voor elke coureur uit, Dus het is in principe wel heel leuk om te zien. Um, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn en wie we uiteindelijk als teammate gaan kiezen. Waarschijnlijk beginnen we met de Formule 2 teammate. Um, dus dat is het leukste. Dit was een heel kort shotje. Hier moest ik wel een paar keer eventjes voor terugspoelen en weer uh, op uh, spatiebalk drukken om uh, pauze te gaan. Maar hier kunnen we dus zien. Nou, ik neem aan dat hun Nick de Vries als teammate hebben gekozen. Rating 66, Experience 32, Racecraft 62, Awareness 80 en Pace 70. Hebben we uh, Sergio Perez ernaast met een overall rating van 85. En dan kan je hier ook mooi zien in een grafiekje dat hun Awareness even gelijk is weer. Maar de Pace en de Racecraft en Experience is van Sergio Perez toch beter. En dan kan je hier ook mooi zien, natuurlijk, deze. Uh, of ik bedoel, sorry, Sergio Perez is natuurlijk ook wel een stuk duurder dan Nick de Vries. Um, dus, is maar net, als jij genoeg geld hebt, dan kan je misschien een Formule 1-kleur gewoon naar je team halen. En misschien dat Sergio Perez dan nog wel een redelijke keuze is uh, vergeleken met um, Nick de Vries. En je kan hier ook zien op het pakje van Nick de Vries dat hij sponsoren heeft. We net zagen een pakje natuurlijk zonder sponsoren. Um, dus, dat is ook wel leuk om te zien. Ik vind het pakje, de kleurcombinatie niet heel erg mooi. Maar dat zal je zeker ook wel kunnen customizen, helemaal. Hier moest ik ook wel een aantal keer voor pauzeren, want deze wou ook niet meewerken. Je kan zien de naam: Koopmasters België. Rating: staat nog niks. Ze zullen alleen nog maar wat aangemaakt hebben, maar nog geen races hebben gereden. Een social media team: uh, power mapping, media coaching en development feedback. Dus dat kan je waarschijnlijk gewoon allemaal trainen. En ik denk dat hun teammate uh, Romain Grosjean hier is. En ik denk dat dit jouw contract is. Geen idee. Het zou zomaar kunnen. Een 1 miljoen contract kost 1,26 miljoen. Previous contract kost salary 1 miljoen. Dus het is gewoon heel even snel sneling geplaatst. Natuurlijk, we kunnen het alleen maar uit screenshots op het moment halen. Dus er staat van de rest ook niks bij. Ik moet het er proberen zo uit te halen. Mocht je denken: van nee, het is andersom. Het is zo, zo, zo. Zet het dan zeker even in de reacties, want daar uh, kunnen we alleen maar meer van leren. Maar ik neem aan dat het zo is dat uh, je contract dan in principe over 84 dagen, uh, 84 dagen verloopt. Ik hoop niet dat het 84 dagen zijn dat je elke dag weer online moet zijn. Want dan wordt het een beetje zo'n standaard game van je krijgt bonussen als je weer elke dag online komt. En dat hoop ik niet dat Formule 1 dat wordt. Dan zijn we in de factory met het chassis die helemaal open bloot ligt. Dit was gewoon een stukje uit de trailer. Geen idee uh, of je jezelf nog wat moet doen. Maar het is in principe gewoon. Je moet er allemaal wat tijd in. Uh, steken, misschien dat je zo ook mee kan kijken. Um, weet ik het allemaal, maar dit is iets wat we hebben gezien. Kan niet heel erg op ingaan. Dit heb ik ook nog gezien. Um, een beetje, ik was een beetje in de war toen ik dit zag. Ik zag Power Department Focus drie dagen, Simulator Training twee dagen, Driver Promotion Filming één dag, Chassis Team Building twee dagen, Marketing Strategy twee dagen en Second Driver PR Training drie dagen. Ik denk dat het bepaalde dagen zijn. Die je kan gebruiken, want we zien hierboven natuurlijk ook. Free time used 4 van de 8. Dus misschien uh, hebben ze 4 dagen gebruikt. Dat jij maximaal 8 dagen hebt of zo. Dus per weekend of zo dagen. Maar ja, zou een beetje apart zijn, denk ik. 8 dagen, maar misschien met ja, het zou misschien kunnen, want voor mij is dit de agenda, want we kunnen hier zien second driver PR training, 21ste, 22ste, 23ste, 24ste driver promoting promotion filming en 25ste press interview en dan 26ste, 27 28 29ste dat is vier dagen staat niks en dan de 30ste staat Grand Prix weekend. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat is. Dus je moet echt wel wat tijd erin uh, steken en je kan hier denk ik ook zien uh, department moral, dus dat is uh, blijheid waarschijnlijk ongeveer even Goed klein gezegd. Powertrain is waarschijnlijk blij en de rest niet. Um, dus ja, dat haal ik er op het moment uit. En hier zien we ook bovenin het geld wat ze op het moment hebben. 1 miljoen als je een begin met 1 miljoen is niet veel, maar oké. Okay. En dan zien we dit bij de facilities. Dus daar kunnen we zien aerodynamics. Fabrication, uh, fabrication build time, quality control, resource point, generation. Chassis, uh, fabrication, build time. Gewoon hetzelfde. Pers, uh, of personeel, simulator, fitness center en analyzer suit. Dus analyzer suit is misschien van het analyseren van uh, strategie of iets dergelijks. Fitness center en simula uh, simulatie, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. En marketing, sponsor uh, relations en active Dat kan ik niet uitspreken. Management. Um, a weekly running cost, 90.000 weekly resource points. Dus je krijgt waarschijnlijk resource points als je ook bepaalde dingen doet... Um, het gaat dus een heel stuk anders dan wat we gewend zijn. En dat is wel eventjes wennen. Ik denk dat het eerst misschien de eerste paar. Het eerste seizoen gaat vrij lastig worden. Maar ik denk dat zodra jij met je tweede seizoen gaat beginnen, dat het ineens wel een heel stuk beter gaat. Um, maar het is natuurlijk gewoon eerst even rustig kijken. Maar dit is wat we er op het moment kunnen uithalen. Je moet er ook echt wel mee bezig zijn. Want zodra jij dus uh, niet bezig gaat met dat uh, jouw team bijvoorbeeld nieuwe sponsoren zorgt. Ja, dan ga je uiteindelijk gewoon failliet. Dus je moet overal gewoon mee bezig zijn. En dat was gewoon mijn laatste screenshot. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat ik veel langer vandaag bezig zou zijn. Is dit echt de laatste? Oh nee. Oké, okay, dat komt. Oké, okay, gelukkig. Dat was heel even mijn video die ik uh, morgen online gooi. <laughs> ik dacht heel even. Huh? Uh, ik dacht, ik mis screenshots. Maar uh, dat daar dus. Uh, deze video komt morgen online. En dan was deze dan de simulatie. Dit vind ik wel heel leuk om te zien. Um, het is dus echt gewoon een simulatie. En je ziet ook, hij rijdt op Monaco. En of dit. Je eigen personage is of weet ik niet. Ik heb geen idee. Maar ik zou het wel grappig vinden als jij in een simulatie een andere simulatie bestuurt. Ik denk niet dat het zo ver gaat, maar het zou leuk zijn. Um, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het er al wel grappig uitzien. Dus ja. Uh, ben benieuwd, daar moet je ook weer in investeren in simulatie. Dit vond ik ook leuk om te zien. De windtunnel die we allemaal kennen, uh, daar moet je natuurlijk ook gewoon in gaan investeren. Want uh, ja, een windtunnel, windtunnel is gewoon al eenmaal vrij belangrijk in je team. Uh, tot hoe ver je uh, zelf kan komen bij die windtunnel of dat dit gewoon voor leuk gemaakt is, dat weten we natuurlijk niet. Dan zien we hier corporate and finances. Team balance is 1.5 miljoen. Weekly krijgen we 448.000 contract. Period is min 16.000 en season. Dus als je een waarschijnlijk een seizoen complete krijg je 1,5 miljoen erbij. Dus misschien dat je een bonus krijgt van een team op 1,5 miljoen. Uh, Loop is 220.000. Achieve is 108.000. En XER is 135.000. Dat zijn waarschijnlijk gewoon die sponsoren. Dat zijn die nep-sponsoren die gemaakt zijn door Koopmasters. In principe vind ik daar niks mis mee. Fake, uh, fake sponsoren. Vind ik wel gewoon grappig bedacht, want anders zit je gewoon weer met licenties en weet ik wat allemaal. En hier zien we waarschijnlijk hebben ze hierin geïnvesteerd: Aerodynamics, Chassis en Durability. Uiteindelijk min 15.000. Kunnen we hier ook zien: Outgoings en Income. Sponsor Weekly Payments 220.000. Sponsor Weekly Payments 243.000. Dan kunnen we hier zien: Contract Period. En wat de Contract Period is, dat kunnen we dus niet heel erg goed weten. Dit is trouwens ook de laatste screenshot die ik heb, maar. Uh, ja, contract. Period, geen idee. Dat is waarschijnlijk misschien zodra jij een nieuw contract met iemand hebt dat er weer een bepaalde periode overheen gaat, of dat misschien ook een contract na een tijdje gewoon minder waard wordt hoe jij rijdt. Um, dat zullen we maar, maar zien. Maar je kan dus zien: dat is gewoon een hele kalender van februari tot aan begin december, eind november. Dus dat is in principe wel heel leuk om te zien, um, want je hebt verschillende maanden kan je zien. Um, of naar verschillende tijdvlakken. Dat zijn waarschijnlijk jouw de, uh, of je tijd van je contracten. Weet ik niet 100% zeker, maar in principe zoiets is het wel. Um, voor de rest hebben wij niet meer gekregen in die video, alleen nog wat uh, rijdende video's, dat je je eigen livery wat rond ziet rijden, maar dat vond ik niet heel erg speciaal. Um, meer hebben we dus niet gezien, het kan zo zijn dat er opeens morgen weer een video online komt. Voor mij dan voor jullie. Dan vandaag van mijn team kan ik weer een video gaan uploaden. Maar uh, ja, dit is hetgene wat we op het moment hebben gezien. En ja, hopelijk vonden jullie deze video een beetje informatief. Heb je nog enige vraag of opmerking? Hoor ik het graag in de reacties. Uh, want ik zal vast ook wel weer dingen hebben gemist. En misschien heb jij wat gemist en heb ik jou hierbij misschien een beetje geholpen. Vond je deze video nou leuk? Laat dan even zeker weten met een like. Of laat hem tenminste even achter die like. Ik zeg het helemaal verkeerd. En misschien even abonneren. Dan heb je meer van dit soort content in de toekomst? En dan hopelijk zie ik jullie met de volgende video weer. Ciao.